De stichting YouCare onder leiding van Rishmi Bihari Singh hield gisteren een nationaal congres met als thema genderongelijkheid en gendergerelateerd geweld, leidend tot depressief en suïcidaal gedrag bij jonge vrouwen. Stichting YouCare voert reeds enkele jaren diverse activiteiten uit om depressief en suïcidaal gedrag bij jonge vrouwen weg te werken. Volgens Bihari Singh ontstaat dit gedrag door genderongelijkheid. Diverse toppers uit de medische en juridische wereld gaven een uiteenzetting over het thema. Genderdeskundige Renuka Bihari van de Institute for Women and Gender Development Studies van de Anton de Kom Universiteit leverde ook haar bijdrage aan dit congres. Bihari Singh geeft aan dat vooral vrouwen in de buitenwijken te kampen hebben met depressief gedrag. Ja, we hebben specifiek in Livorno-Houten gewerkt. Dat is het gebied Highway Wanica. En omdat je niet te groot kan beginnen, wil je het goed aanpakken, dan ga je in één wijk. En dan pak je de scholen en de buurtbewoners. Er is veel suïcidaal gedrag in de wijken. De scholen hebben dat ook eerder aangegeven. Dat is ook de reden waarom we daar zijn gegaan. We hebben wel nu de vraag gehad vanuit Kamerwijnen van komen die ook bij ons? En Saramaka toen ook van wij willen ook. En het verschil is dat het per wijk eigenlijk te maken heeft met het karakter van de wijk. We denken wel dat heel Wanica Wanica is, maar elke wijk heeft zijn eigen karakteristieken. Iemand van Kommerwijnen vindt dat die op iemand van dat ze dezelfde karaktertrekken hebben van iemand van Saramaka. En dat moeten wij ten eerste beginnen, moeten daar ook bewust van worden. Alleen dan, ik zeg altijd, noem het beestje bij zijn naam, dan kan je ze beter aanpakken. Als we kijken naar de aanpak van de geestelijke gezondheidszorg, dan scoort Suriname zowel nationaal als internationaal heel erg slecht. Er worden weinig middelen vrijgemaakt om het probleem van suïcide op te lossen. Dat zegt Deo Sharman, die een inleiding hield over geestelijke gezondheidszorg en beleid. We spraken ook met een van de deelnemers, Rashna Sarda. Je ziet wel, voor de hele geestelijke gezondheidszorg is voor de 2017 een klein bedragje opgenomen. Als je dat afzet tegen wat er is vrijgemaakt voor bijvoorbeeld HIV, malaria en TBC, dan valt dat in het niet. Dus ik denk dat we zeker als we kijken naar het aantal slachtoffers door suïcide, en de afgelopen jaren zien we toch een beetje stijgende trend. Rond de 130, 140 zitten wij wat suïcide slachtoffers betreft. Wat HIV betreft rond de 100 verkeersslachtoffers, rond de 70, 75 slachtoffers. Dus gigantisch veel slachtoffers als gevolg van suïcide. Maar dan zie je dat beleid misschien wel gemaakt wordt, maar de koppeling met begroting daar ontbreekt. We hebben het geld niet om al die plannen die we hebben gemaakt om dat uit te voeren. Laat me dit ervan zeggen. Cultuurpatronen spelen een belangrijke rol. Ik ben zelf bezig met een onderzoek waarbij ook naar boven is gekomen dat vooral binnen Hindoestaanse gezinnen jonge vrouwen veel beperkingen opgelegd krijgen. En vandaag is ook bijvoorbeeld naar boven gekomen cultuurpatronen, beperkingen en hoe mannendominantie kan leiden tot depressie bij vrouwen. Ik wil voorzichtig zeggen inderdaad, het zeker kan zijn dat als we kijken naar cultuur, de opvoeding een belangrijke rol speelt. En sowieso moet er nog wetenschappelijk onderzoek gedaan worden, denk ik, voordat ik echt een concrete uitspraak kan doen. Maar de opvoeding speelt zeker een belangrijke rol. Van hoe gaan we met onze jonge vrouwen om? Wat leren we ze? En hoe leren we mannen om te gaan met vrouwen? Rashna Sarda, een van de deelnemers aan het Nationaal Congres over genderongelijkheid en depressief gedrag. De organisatie van het congres lag in handen van stichting YouCare en is gehouden in de ballroom van La La Rouque.